Bewoners van de Gaasseweg in Nijmegen hebben woensdagavond in het stadhuis een petitie overhandigd aan wethouder Tiemens van Verkeer. De bewoners hopen dat de Gaasseweg wordt versmald van 4 banen naar 2 banen en klagen met name over verkeersveiligheid en geluidsoverlast. De situatie zoals die nu is, is erin uit lang vervlogen tijden. Tijden waarin leefbaarheid, duurzaamheid, stikstof geen rol speelden. Waarin gewoon een 4-baans snelweg dwars door de stad werd aangelegd, waar verkeer met veel te hoge snelheid overheen raast. We hopen natuurlijk op de goede afloop en we hopen dat we eindelijk die oude snelweg, dat we die gewoon tot een fatsoenlijke stadsweg kunnen reconstrueren. Ja. Okay. Woensdag 11 december debatteert de Raad over deze kwestie. Een week later wordt over het voorstel gestemd.